Goedemorgen allebei, welkom bij deze training. We gaan vandaag training geven, want ik hoorde dat jullie veel reizen en veel in het buitenland zijn en te weinig tijd hebben om te trainen. Waardoor we inderdaad wat oefeningen gaan doen die ik jullie meegeef, die je dus ook gewoon of in je hotelkamer of buiten kan geven. Eerst op jullie namen? Rikje. Just en Rikje. En jullie reizenspel werken voor hetzelfde bedrijf allebei? Bij? Ja. We werken bij Bonedam. Bonedam. We reizen veel. Met het vliegtuig, soms met de auto. Ja. Dus we zitten veel op lange vluchten. Ja, oké. Okay. Veel in hotels. In deze training kan je dus ook in. Je hebt geen materiaal nodig. Een flesje water hebben mee voor wat oefeningen. Die kan je gewoon uit je minibar halen. En een handdoek. Nou, die is in elke hotelkamer aanwezig. Dus we gaan beginnen met een warming up. Mondkapje hebben we nu niet nodig. We gaan beginnen met een korte warming up. Dan hebben we een kern van wat krachtoefeningen, 6-7 krachtoefeningen. Daartussen doen we veel conditionele training, dus in de vorm van touwtjes springen. Dus het is best een pittige training en we eindigen met een cooling down. Ongeveer een minuut of 30. Ik zal aanwijzingen geven, ik zal dingen voordoen als het niet gaat, dan hoor ik het gaan. We beginnen met 15 jumping jacks. Die kennen we allemaal. Gestrekte armen omhoog. 15 keer. En heb je 15 seconden rust en dan doen we weer 15 keer. Ja, ga je gang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 rust. Heel goed. 15 seconden rust. En dan gaan we weer nog die 5. Dat ging goed, hè? Dus goed uitstrekken met je benen. En we over 5, 4, 3, 2, 1 en weer 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 en rust. 10 seconden rust. Dan gaan we dribbeltje op de plaats doen. Dus gewoon dribbel op de plaats. Neem goed je armen mee. En dan doen we 60 seconden. Ja? Op de bal van je voet. 5, 4, 3, 2, 1. Ja. Goed je armen inzetten. Goed je armen meer naar achter. Hier. Beweeg van links naar rechts. Zoals jij net als je hard loopt. En ik ook iets meer je armen meenemen. Goed je bovenarm losmaken. Hoeft niet snel. Is geen wedstrijd. Heel goed. Heel goed, Rick. Keurig. Armen mee. Heel goed. Nog 30 seconden. Heel goed. Rick, ook je armen goed meenemen. Goed je armen draaien. Twintig seconden. Aanvol. Goed je armen. Heel goed, Rick. Laatste 10 seconden, jongens. Dan hebben we 10 seconden rust. Om knie hef. 5, 4, 3, 2, 1. En rust. 10 seconden. Knie hef. Op de plaats. Voor 45 seconden. Ja, ook goed je armen mee. Niet de knie. Als je het gelinkt gaat, doe je knie wat minder hoog. Ja, kom maar. Heel goed. Houd je armen weer hoog, Rick. Ja. Goed zo. Als het niet gaat, doe je knieën wat lager. 25 seconden nog. Ja, goed. Goed, jongens. Keurig. 15 seconden. Laatste 10, daar gaan we in. Kom, we gaan vast nog 5, nog 4, nog 3, nog 2 en rust. 10 seconden, molenwieken, ga iets achter als je wil. Molenwieken, benen gespreid, knieën liggen gebogen en je draait van links naar rechts en je kijkt je arm die omhoog gaat, kijk je goed na. Ja, kom maar. 45 seconden. Iets voeten verder uit elkaar, Jus. En kijk je arm goed naar die omhoog gaat. Heel goed, Rick. Tik je teen aan, Jus. Ja, heel goed.
aanval, jongens. Nog 20 seconden. Heel goed. Laatste 10, jongens. Kom op. Heel goed. Heel goed. Ziet er keurig uit. Lekker warming up. Zijn we een beetje warm al. Laatste 5, 4, 3, 2, 1. 10 seconden rust. Heel goed, jongens. Heel keurig. Box op de plaats. Benen. Goed je heup indraaien. Armen strekken. En uit. 45 seconden. 1, 2, ja. Heel goed. Just draai goed in. Zo, draaien met je heup. Goed naar elkaar. Draai goed in met je heup. Zo, heel goed. Warm up gaat, zijn we warm, spieren goed warm. Oké, en rust. Jongens, lekker warm up gaat. Gaan we beginnen met de kern. De kern wisselen we, beginnen met een cardio oefening, dus een conditionele oefening in de vorm van touwtjes springen op de plaats. Armen goed draaien, afgewisseld met wat krachtoefeningen. Dus 60 seconden. Gaan we touwtjes springen op de plaats, heel rustig. Je kan ook met twee benen zo wisselen. Eén been, van het ene been op het andere been. Dat gaan we doen. Ja, dus je houdt één been steeds in de grond, even springen. 60 seconden. In 3, 2, 1, ja. Heel goed. Heel rustig, goed je polsen draaien. Blijf goed rechtop staan. Heel goed. Keurig. Heel goed. Goed jongens, keurig. Hou vast. Twintig seconden nog. De laatste 10. Dus blijf draaien, blijf rechtop. 5. 4, 3, 2, 1 en rust. 30 seconden rust. Dan gaan we naar de squats. Doen we 15 keer. En dan doen we 2 keer. Dus 2 keer 15. En de seriepauze hebben we 15 seconden. Dus je gaat staan. Ja. Voeten, schouderbreed. Iets naar buiten, desnoods. Goede hordelrug. Kom goed omhoog. Hoeft niet heel diep rik als je niet wil. Goed omhoog. Even rust nog. Over 10 seconden gaan we beginnen. Nog 5, 4, 3. 2, 1, ja, 15 herhalen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Waar voor je kijkt, Jus? 11, 12, 13, 14 en 15. Oké, rust. 15 seconden rust. Heel goed. Gaat goed? Rico? Ja. Rico? Dus probeer iets meer zo te gaan. Iets langzamer. Ja? 5, 4, 3, 2, 1. Weer 15 keer. Hup. 1, 2, 3, 4. Heel goed. 5, 6, 7, 8, 9. 15 en rust. Zo. Dat was de squat. Nu gaan we weer het touwtje springen. Dan hebben we twee benen. 60 seconden. Hè? Als ik zeg ja, dan gaan we weer beginnen. Twee benen springen nu in plaats van één. Ja, kom maar weer, jongens. Heel goed. Rustig. Blijf rechtop. Heel goed. Keurig. Weer een cardio oefening tussendoor. Heel goed, Rick. Ook de andere kant op draaien, Rick. Draai je touwtje alleen maar achteruit. Maar ik kan toch? Heel goed, jongens. Keurig. 30 seconden.
Dus ook blijven die polsen draaien. Heel goed, jongens. Top. Heel goed. Laatste 20. Heel erg, jongens. Moet je iets dichter bij elkaar, Jus? Heel goed. Laatste 10, jongens. Super. En weer 30 seconden rust. Gaan we een dumbbell row doen. Let op. Kijk. Dumbbell row voor de rug. Pak een flesje, zet je linkerknie hierop. En haalt hem 10 keer. Draai je om. Pak je op even voor de ander. En zet je knie op. En je arm zo. Net even je zaagt. Ja? Ja, 10 keer links, 10 keer rechts. Ja, kom maar. Nee, juist de andere kant. Nee. Ga zo staan. Ga zo staan. Hier op. Hier op. Zo, ja. Ja, kom maar jongens. 3, 4, 5. Als je 10 keer hebt gehad, draai je om. Doe je arm maar aan. Je kan ook af en toe een slokje water nemen uit die fles, dan wordt hier lichter. Dat kan ook. Als je 10 keer hebt gehad, heb je 15 seconden rust. Dus heb je 15 seconden rust. Even een slokje. Ja, nog een keer. Zo oefening, links, links. Heel goed. Heel goed, jongens, keurig. 10 keer en dan weer de andere kant. Ja, heel goed, dus heel goed, keurig. Ja, oké, dan komen jullie weer naar voren. Boomt. Uiteraard, touwtje. En nu gaan we touwtje doen. 30 seconden op één been. Heel rustig op je volgende blijft landen. En 30 seconden op het andere been. En 1, 2, 3, 4. Ja, 30 seconden. De linkerbeen. Blijf rustig, want het is best pittig nu. Heel goed, richting keurig. Goed door je knieën heen veren, keurig. En 5, 4, 3, 2 en wissel van been. Ja, heel goed jongens. Laatste 20 seconden, heel goed. Keurig. 15 en weer 30 seconden rust. Laatste 10. Heel goed jongens. Is die goed, Rick? Yes. Oké, okay, 5, 4, 3, 2, 1, 30 seconden rust. Heel goed. Gaat die goed, juist? Zeker. Oké. Okay. Gaan we de push-up doen jongens, ik ga hem even voordoen. Hey, voor jou, als je wil, geef op je knieën, als je wat lichter. Goed je handen onder je schouders. Druk je rustig op, elleboog naar achter. En juist voor jou, als je het kan, 10 keer, ja? 15 seconden rust en dan weer 10 keer. Ja, kom maar jongens. En rustig uitvoeren. Ja, 1, 2, rust. 3 voor dit. 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10 allebei. Neem even rust. Ga even zitten op je knieën. Heel goed. Goed jongens. Gaat goed, Rick? Knieën? Ja.
En dan hard werk op zondag begin is het heerlijk voor het werk dit te doen. Lekker hoor. Ja, kan niet meer? Noemen we er weer 10. Ja. Heel goed, dus. Just. Hou je rug helemaal recht. Goed zo. 6, 7, 8. Kom, Just. 9. Kom op. En de laatste. Lekker daar. Heel goed, jongens. Klasse. Goed hoor. Oké, kom er weer even bij. Want, uiteraard, touwtje. Kom, sta Just. Touwtje met je knieën. Wat we nu doen, is draaien. En je knieën weer hoger. 60 seconden. Daar komt hij weer, jongens. Ja. Heel goed. Bouw het rustig op, helemaal in 60 seconden. Het is te lang. Heel goed. Heel goed. Knieën weer hoger, hè. Proberen. Kom op, hou vol. 30 seconden nog. 30. Dus maar draaien, anders draait het touwtje niet. Draait het niet over het touwtje. Heel goed, jongens. Laatste 20. Gaat super. Laatste 10, hè. Hou vol. Seconden rust. Ja, heel goed jongens, keurig. Lekker warm nu. Schouders, niet hard. Dan pak ik allemaal een flesje. Kijk dat het goed dicht zit. Je gaat staan en je drukt hem omhoog. Ja, Rick. Goed recht, niet zo. Staan goed boven je hoofd. 20 herhalingen. Ja, pak allemaal een flesje. Even goed rechtop staan. Oké, kom maar. Mis naar voren. Hier zou ik een mandje staan. Keurig. Goed rechtop. Ja. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Dus blijf vooruit kijken. Kijk maar. Draai mensen buiten. Ja, zo is het. Weet je, als je bij de 20 bent, heb ik in de tijd van. Heel goed. Oké, zet je flesje weer terug op het bankje. Want dan doen we nog een keer de touwtje. De touwtje mag je nu kiezen. Of level 1, 2 of 3 of 4. Je weet je heel makkelijk vindt op 1 been. Als je maar 60 seconden springt. In 5, 4, 3, 2, 1. Ja! En springen. Heel goed, jongens. De laatste touwtje krijgt nog 3 krachtoefeningen. Ja, ik kom zo wel. Kom op, hè. Heel goed, jongens. Super. Nog 20 seconden, hou vol. Eén been gaat nog eventjes, heel goed. 10 seconden nog. 10. 9, 8. Blijf springen, Just. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, oké, okay. 30 seconden rust. Heel goed, jongens. Klasse. Super. Doe maar even. Gaan we bicep curl, jongens. Je pakt een flesje. Je gaat zitten. Op je handdoekje. Je legt je elleboog tegen je knie. En het enige wat je doet is zo. Dus je houdt je bovenarm helemaal stil. En alleen je bicep. Ja? Zo, doen we 20 keer links, 20 keer rechts. Goed je elleboog tegen je knieën zitten eerst. Dieper gaan zitten en de binnenkant van je knie. Dus hier, zo, ja. Ik ook iets naar binnen, iets naar dieper te gaan jagen. Iets meer zo draaien. Zo, ja. Ja. En goed laten zakken, jagen en omhoog. Ja, kom maar. Helemaal naar beneden? Ja, helemaal naar beneden. Goed zo. Keurig. Nu doe je concentreert alleen je bicep en voor de rest doet je arm helemaal niet.
concentratieoefening, waardoor je alleen je bicep beweegt. 20 keer, hè? Hoe zit je, Rick? 9 geloof ik. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oké. Okay. Dus, heb je hem ook meer aan de binnenkant van je knie te zetten? Zou je andere arm, draai je om. Goed zo. En weer 20 keer. Keurig jongens, super. Is dat goed, cameraman? Ja. Heel goed. 20 keer gehad, jongens? Nee. Heel goed. Keurig. Super. Oké. Okay. Wacht op Rick. We gaan naar de biceps. Gaan we naar de triceps. Wat we doen, je pakt de handen. Probeer dat je op een bankje hebt gelijk. Ja. Hoe verder je benen weg, hoe zwaarder die wordt. Dus voor Rick, als je hier, zak alleen door. Als je kont zakt, je kont gericht. Hoe meer langs de bank. Je wilt ook heel veel iets zwaarder, zet je voeten wat verder weg. Ja? 15 herhalingen. Oké, okay, kom maar. 1, 2, 3. Dieper zakken, juist. Jij kan dieper. Hup. 4. Goed, Rick, keurig. 6, 7, 8, 9, 10. Rick, nog 5, 4, 3. Heel goed, Rick, gewoon neem je rust. Ook goed. Oké, okay, juist, heel goed, 15. Neem je rust, super jongens. Laatste krachtoefening. Is buikspieren. Dus ga liggen. Goed op het matje. Zit je voeten goed in de grond. En probeer met je knieën, met je handen, sorry. Met je knieën. Even rustig omhoog, kijk omhoog. Niet dat je nek. 20 keer. Voor de buik. Dit matje is goed op de grond. Heel goed. En tik je knie aan. Dus gewoon hoog, niet uit je nek trekken. Goed zo. Keurig, Rick. 20 keer. Helemaal goed. Hebben we de kern gehad? Hebben jullie hard gewerkt? Zeker. Heel goed. 20. Kom je weer overeind. Keurig jongens. Nou, gaan we eens, kom je staan. Super. Ging goed? Lekker. Ja? Lekker oefeningen zo. Ja, dit kunnen jullie ook allemaal op de parkeerplaats doen of in de hotelkamer of dat soort zaken. Ja? Ja. Goed zo. Nou, na een kern komt altijd een lekkere cooling down. Kun je lekker in je hotelkamer zet je, er is nooit zo'n lekker muziekje op. Hebben we hier niet, maar doe net alsof, lekker relax muziekje. Beginnen we heel rustig, je armen naast je lichaam. En je draait je nek, laat je schouders lekker hangen. En laat je nek draaien op je schouders. Goed, draaien. Lekker los. Ontspanning. Probeer die ademhaling weer naar beneden te brengen. Lekker ontspannen. Helemaal goed. Als je misselijk wordt of duizelig, draai je de andere kant op. Dus meer draaien. Soepel in je nek, ontspan je nek. Goed. Heel goed, juist. Keurig, jongens. Oké. Okay. Pakken we de arm, pak je bovenarm, pak je rechterarm. De linkerarm gaat er onderdoor. Dan span je op, olifant. Dan trek je hem heel rustig. Die schouderblad. Trek je lekker rond. Rustig de spanning erop. En laat je hem rustig los. Niet in één keer op. Zet je arm even los. Zet je arm. Goed de spanning erop. Dan moet je hem keurig. Rustig los. Heup even losdraaien. Is goed, je handen in je heup. Goed draaien. Super mooi voor Just ook. Hé. Hey. Dan draai ik hier op 5 en dan draai je de andere kant ook weer om naartoe. Heel goed. Oké. Okay. Rustig.
Wil je als het goed is, probeer je, je kan elkaar vasthouden. Kijk, je kan elkaar pakken. En je houdt elkaar vast, pak je vrij goed. En je kwadriceps trekt aan. Concentreer je op één punt. Dat doet Rieke heel goed. En rustig de spanning erop. Als je het wat zwaarder maakt met spanning, druk je heup naar voren. Doe maar eens. Dan voel je nog meer spanning. En rustig los, ook niet laten schieten. Andere been. Keurig. Goed zo. Dat doe je makkelijk af. Goed lenig. Jus, wat doe je voor sport? Hockey. Oké. En Rick? Yoga. Yoga? Een beetje hardlopen. En een beetje fitness één keer in de week, hè? Een beetje fitness. Oké. Super. Nou, rustig los. Hangen we uit. Heel rustig knietjes, heel licht boven. Probeer uit te hangen. En probeer je enkel te pakken en met je neus naar je linkerknie te gaan. Kijk eens hoe bijna Rick is. Nee. Je neus en je knie. Dus eerst naar links. Eerst naar je linkerknie, rust. Eerst je linker enkel pakken. De linker enkel, juist, dus je andere enkel. Oh. Even spanning erop. En dan naar de andere kant. Dan doe je twee keer aan elke kant. Zo, dat is lenig. Ja. Keurig, jongens. Kom je rustig omhoog. Haal je even diep adem. Ik ook, even wat goed drinken is. Rustig omhoog. Hand omhoog. Juist. Handen om elkaar. Namaste. Ik dank jullie voor de geweldige training. Namaste. Dankjewel. Helemaal goed. Hoe vonden jullie het gaan? Goed. Ja, vonden jullie het leuk? Ja. Vragen nog of opmerkingen? Of, Nee, ik vond dat je het goed hebt. Ja, jullie hebben het ook super gedaan. Lekker. Uiteraard bedankt. Neem het mee. Als er vragen zijn, laat het horen. Ja. Ook danken we de cameraman natuurlijk voor het filmen. Superschip. Dankjewel en tot de volgende keer.